Kermis. Het zijn de mensen die het doen, met elkaar, met heel hun hart. Zij volgen hun dromen en staan voor een doel, vinden een weg vanuit hun gevoel. En hoe je het of bent of keert, je doet het nooit alleen, je doet het samen. Michel Boesveld bouwt tegelijk met Pietje op in Rotterdam. Ze staan zelden op dezelfde kermis. Ja, ik moet die naam nog even omhoog zetten. Ja, we doen met de kermis. Ik heb hier van najaar ook gestaan. Dat is overwinter gestaan. Toen waren ze een beetje kromgewaaid. Dat probeerde ik nou maar te voorkomen. 2.500, 2.700. En dan 1,60 per stuk. Maar ze zeggen wel eens, ja, moet je een meisje van de kermis nemen of moet je een jongen van de kermis nemen? Maar dat is niet zo. Maar het is gewoon zo, je gaat op stap met je vrienden en meestal krijg je dan iemand uit je vriendenkring, zeg maar. En nou, jij gaat met mensen van de kermis om. Ja, dat is zo. Geld, 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 geld. Alle trein om geld. Zal wel door de concurrentiestrijd komen, neem ik aan. Ze hebben allemaal prachtige banden met feesten, begrafenissen. En dat is allemaal perfect. Maar daarna worden de knoppen gewoon uitgezet. Of, want het is een bedrijf geworden weer. En als je dan ziet hoeveel mensen er toch nog het leven laten in ons bedrijf. Leeftijden 40, 60 jaar. Ja, dat is triest. Mensen die altijd hard gewerkt hebben. Nou, meneer Boesveld pakt. Altijd een man die bloeit voor de Nederlandse kermiswereld. Nou, helaas ziekelijk. Nou, dat is gewoon een terugslag van het Nederlandse kermisbedrijf. Maar zulke mensen moeten er zijn. Vind je het niks? Jawel. De ziekte die ik heb, dat is een, dat heet dan ALS. En dat is een progressieve spierziekte. Het is bij mij begonnen in mijn toppen van mijn vingers. Dat is in mijn armen gegaan. Een half jaar later was ik dan helemaal met mijn armen verlamd. En ik heb nu ook ongeveer een jaar, zeg maar, dat het in mijn benen zit. En nu is het eigenlijk voor een 3 weken geleden ben ik dan, is het een beetje in mijn borst begonnen. En nu zit ik op dit moment, zeg maar, voor beademing ben ik hier op Klingendaal bij Arnhem. En willen ze kijken wat dat, of dat iets voor mijn kan betekenen. En het slimste van deze ziekte is dat je eigenlijk weet dat je niet meer beter kan worden. Dat er helemaal niets voor is. Er is geen medicijn voor. En je moet het eigenlijk zien dat elke dag is het speldenknop dat je achteruit gaat. Je mist, elke dag ga je iets missen. En dat is zo heel langzamerhand gaat dat. En dus je wordt elke keer weer met je neus op de feiten gedrukt. Nou kan ik dit niet en nou kan ik dat niet. En dat vreet toch wel aan je, zeg maar. Maar ja, daarentegen, we blijven toch de moed erin houden. Want ik zeg, ze zeggen wel, wonderen bestaan niet. Dan ben je net een zoutzakker, niet? Gadverdamme! Dag, opa! Hoe is het met opa? Heb ik een zak. En nou kan ik niet meer lopen, hè? Nou gaan we rijden met hem. En dan kan je ook niet meer handen bewegen. Nee, ook niet meer. Hij kan nog wel zijn tong uitsteken, hoor. Ja, hij kan nog wel zijn tong uitsteken. Ja!
Jessica heeft zich aangemeld voor een casting. Het is voor haar de eerste keer dat ze eraan meedoet. Hoi, Jessica. Hi. Wim Rijkens, welkom. Hallo. Kom verder. Oké. Hallo, ik ben Jessica Remer. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Bergen op Zoom. Ik werk bij mijn vader in de zaak. Mijn vader heeft een attractiebedrijf op de kermis. En daar werk ik gewoon in mee. En ik ben vandaag hier om te laten zien of ik kan acteren. Estel. Ja, hartstikke leuk. En wil jij nou ook het vak van je ouders zien of weet je dat nog niet? Of doe je eigenlijk iets anders? Ja, het liefst. Ja, dit. Ja? Ja. Acteren. Ik ken leuk. Kent tekst? Ja. Nou, jij wordt Linda, hè? Ja. En ik heb je gezegd van je hoeft niet aan de Linda, aan Babette van Veen te denken, hoe zij het speelde. Maak er jouw Linda van. Actie. Waarom doe je zo schichtig? Ik dacht even dat Roos binnen kwam. En wat wou je dan gaan doen? Onder de tafel kruipen? Annie, je weet toch wat ik voor je voel? Bij de familie Boesveld vinden grote veranderingen plaats. In Drenthe hebben ze een familiepretpark gekocht. Oh ja, perfect. Heb je gezien, Jacob? Dan heb ik hier een grote advertentie. Oh, voor in de VVV. Ja, voor in de VVV. Deze meenemen. Binnen. Je bent natuurlijk aan het kijken, hè? Jongens, wat gaan we doen? Gaan we een nieuwe attractie brengen op de kermis? Wat wil je? Ja. Nou, dan ga je kijken, ga je informeren. Je gaat een beetje je best doen om wat weer nieuws te verzinnen. Er moet een financiering van enkele miljoenen aan om een kermisattractie weer te gaan bouwen. Maar het ergste is nog, als je één jaar geweest bent, is je nieuwigheid weg. Nou, ik bedoel, dan kan je één keer kan je een beetje room eten en dan het jaar erop moet je alweer achteraan gaan sluiten. Nou, dat functioneert niet meer, dat gaat niet meer. De aanschaf staat te hoog voor, de kosten worden steeds meer. Dus daarom moet je een andere stap gaan doen. Nou, toen kregen wij eigenlijk deze kans om te zeggen van, nou, we liepen hier tegenaan. Ja, het is toch, ik vind het een hele stap wat ze gaan doen en ik sta er wel helemaal voor 100% achter. Dat wel. We zijn er jaren mee bezig geweest en op zoek, maar ik ben blij dat we het toch gevonden hebben. Alleen, we kunnen het niet zelf helemaal doen. Ik zou misschien nog wel wat kunnen helpen, maar Tommy dan wat minder. Maar die kent natuurlijk het brein, dat is toch het brein achter alles. En dat is toch ook heel belangrijk. En wat je voor mij voelt, druk je dat dan zomaar weg? Nou ja, het wordt vanzelf minder als ik je niet meer zie. Het zou moeilijk zijn voor ons allebei. Maar het is wel het beste. Hey, stop. Hé, ik wou het hierbij laten. Ja? Je bent natuurlijk een prachtig meisje, ik ben niet van iets Miss Brabant geworden. Maar acteren, wat ik al zei, is ook een heel moeilijk beroep. Dus als je echt actrice wilt worden, moet je ook gewoon hele goede lessen gaan nemen. Ja. Maar er zijn ook heel veel workshops en cursussen die je kunt doen om meer ervaring op te doen. Ja. Want je moet je voorstellen, dit soort scènes, als je een vaste rol hebt in een soap of in een dramaserie of in een comedy, heb je 15 van dit soort scènes per week. Ja. Dus moet je heel veel tekst leren, heel veel voorbereiden, heel veel kunnen. En dan moet je gewoon ook heel veel voor leren. Ja. En er is helemaal niks mis mee. Nee. Maar je moet gewoon klein beginnen en het rustig opbouwen. En als jij dan je steeds ontwikkelt door goede spellessen te nemen, goede leraren te hebben, nou, dan kun je steeds verder komen. Ja. Als ik dadelijk dan toch ga trouwen of ga samenwonen, dan moet je toch echt ingezet voor de kermis. En dan kun je niet even dit erbij gaan doen of zo. Als je echt zelf een zaak moet gaan runnen, dan gaat dat niet. Nou nog wel, want ik ben thuis nog en mijn vader en moeder die zijn er bij, maar als ik dadelijk zelf getrouwd ben, dan zou het er toch moeten zijn. Ga daar maar even zitten. Nee, Annie komt daar. Open. En dan gaan we even zien wat er op ons afkomt. Hè. We proberen het zo goed mogelijk eventjes te brengen. Dus. En dit is de laatste die even zijn papiertje moet invullen en dan gaat hij het park in. Mijn vader die is er al zoveel jaren mee bezig geweest. En is dat jouw vraag? Ja, wat moet ik... Wacht even. De handtekening hier. Ik heb er eigenlijk zelf altijd achteraan gelopen en ik heb het nooit voor elkaar kunnen krijgen. Omdat het niet te koop was hier in Nederland. Ik heb zelfs in het buitenland nog geïnformeerd voor een park over te nemen en te doen.
En dat je wat vastigheid krijgt en een beetje rust krijgt. Ik denk dat hier gewoon een goede toekomst in zit. Je kinderen kunnen hiermee verder, de hele familie kan eigenlijk hier eigenlijk mee door. Daar zit toch weer perspectief in en er zit weer avontuur in. En dan ga je daar ook mee. Ik vind dat zelf ook natuurlijk hartstikke leuk. Want de kermis is toch en blijft natuurlijk toch een hectisch iets. Want je hebt nooit geen vrije tijd en er is altijd werk en je komt er nooit van ontslagen. En mijn vader en moeder die hadden dat natuurlijk wel. Want toen was dat nog niet zo uitgebuit. Tegenwoordig kosten die spullen allemaal zoveel geld. Dus het moet draaien, het moet allemaal geld opbrengen, want anders dan kun je je kop niet boven water halen. De aardigheid gaat er een beetje af. Het is een beetje van, ja... Hè, vroeger was het gezellig, leuk, je ging ergens naartoe en dan was het... Dan voelde je eigenlijk gewoon lekker en thuis en dat heb ik niet meer. Dus ik heb gewoon gezegd, we gaan wat anders zoeken. En dat wil niet zeggen dat we de kermis verlaten, dat doen we helemaal niet, maar... We gaan ons eigen nou even hierop richten. Oh, je hebt hier ook nog geluid. Wij wel. We hebben voorlopig de eerste jaren weer wat te doen. We hoeven nou niet te gaan praktiseren wat moeten we gaan doen om weer wat nieuws te brengen. Nee, we moeten nu gaan kijken wat kunnen we brengen hier. Jessica is gevraagd voor een rolletje in goede tijden, slechte tijden. Onderweg naar de studio gaat het mis. Bij is gekomen. Ze was met haar hoofd tegen de voorruit aan geslagen en de auto ligt in volledig in wrak. Dus het was toch wel een behoorlijk ernstig ongeluk. Maar zij zegt zelf van ik kan vandaag nog wel van alles doen, maar ik heb het ook niet. Helaas voor Jessica wordt de scène zonder haar opgenomen. Ik denk dat veel mensen wel een verkeerd beeld hebben erover, ja. Want af en toe als ze wel eens op een woonmakertrein komen of zo, dan lopen ze er langs en dan zeggen ze, zouden die ook een keuken hebben? Hebben die ook een douche? En dan denk ik, wat denken jullie nog eigenlijk wel? Want soms is een woonwagen nog wel eens mooier als een huis. Maar ja, bijna nooit mensen komen in die woonwagens natuurlijk. Dan denk ik, af en toe is het nog natuurlijk veel luxer geworden dan vroeger. Moesten maar eens komen kijken allemaal hoe het mooi het was, hoe praktisch het allemaal is, wat toch over de weg rijdt, hè? We hebben heel veel ideeën en er zullen dadelijk heus wel wat minpunten zijn en wat pluspunten. Hier heb je het water, waar nu de bootjesvijver zit, zeg maar, waar die bootjes in zitten, daar komen nieuwe bootjes in. Gaan we aan die bootjesvijver gaan we nog een keer een skischans maken waar je met een bootje van afkomt. Voor de kinderen. Nou, dus de glijbaan die laten we staan, wordt alleen gerenoveerd. Ja, je moet wat meer actief komen, hè? Ja. In april 2001 met de Pasen willen we fris beginnen hier met een redelijk vernieuwd park. Ik hoor een knap wat al aan de weg. Maar we willen het gewoon onze eigen kwaliteiten naar voren gaan brengen. 2 weken na het ongeluk krijgt Jessica opnieuw de kans om mee te spelen in goede tijden, slechte tijden. Hallo. Hallo. Jessica. Hi. Nee, Jessica. Hi. Nou, je mag bij me komen zitten. Ja? Waarin heb je dan gevolgd? Gewoon je hele leven. Gewoon zeg maar wat je allemaal doet in het dagelijks leven. Ja. En dat is? Kermis. Kermis, oké. Okay. Ja. En wat doe je? Ik help thuis gewoon mee. Oké. Okay. Ja, het is 10 jaar goede tijden dat er hangt. Leuk. Moet je spelen? Een kant bij Johnny. Ah, oké. Okay. Gaat ze ook nog echt wat doen of kom je aan de balie en de... Nee, het is al klaar en dan... Oké, dus je haar moet eigenlijk in een soort creatie zitten. Ja. Wat je haar hebt laten doen. Ik weet eigenlijk, want ik moet zeggen dat mijn haar een tijd niet zo goed heb gezeten. Oh, oké. Okay. Zullen we daar ook nog even wat aan doen? Goed. Jij gaat ook afrekenen en zo, hè? Je bent geknipt en ja. Dan moet ik afrekenen. Ja. Dat is het. Ja.
Nou, kan je zo bij de kapper vandaan komen? Ik wel. Prachtig. Heb je zin in? Jawel. Ja? Ja. Spannend hoor, hè? Ja. Gaat helemaal goed komen. Er is trammelant op de kermis. Bij Agnes Hinsen heeft iemand het glas van de kassa kapotgeslagen. Haar vader laat het er niet bij zitten. Je ziet al van tevoren, als je ermee begint, dat je het met meerdere mensen eigenlijk zou kunnen krijgen. Ja? Dus met jeugd te doen, wat een beetje opstandig eigenlijk is. En dat wil je toch even in goede banen leiden eigenlijk. Want ik vind, je moet toch laten zien, als je dus baas bent van je bedrijf, dat je ook wel baas blijft. Ik denk ook wel dat de meesten het eigenlijk zien als je bang bent. Nou maar even los, oké? Er loopt een politie, maar je mag niet. Ik ben 52 jaar, maar ik heb nog nooit een mes of iets in mijn handen hoeven te pakken. En ik vind het ook het lafste eigenlijk wat er is. Als ze gelijk in een vuurwapen of een mes of een gaal iets of een stuk hout of... Dat is gewoon, volgens mij, dat ze ergens gebrek aan hebben, anders snap ik het niet. Nee, je was er bijna. Ja, ik was er bijna. Oh, wat ik dan. Ja, we gaan naar beneden. Ik ben zo graag, ik zie boven. Ik heb het een jaar. Ja, ze was mij vergeten. Dat ze van de dag van 4 Melijn? Kom steeds. Zeg even welke ze hier voor moeten hangen, de cameramensen, want ik heb hier ook namelijk niet de... We gaan eerst gewoon nog even een paar keer doen, zodat de cameramensen allemaal goed doorhebben. En dan gaan we hem opnemen. Dus doe rustig aan in het begin en bespaar je energie. Oké, ja. Attentie, repetitie. Eerste positie gaan. Jessica. Ja. Actie naar 5, 4, 3. Maar nou heeft de tijd niet zo goed gezeten. Ik ben benieuwd wat mijn nieuwe vriend ervan vindt. Nou, ik ben hier heel erg blij dat je tevreden bent. En dat is voor mijn 20 gulden, alsjeblieft. Oh, dat is wel een beetje duur. Maar ja, voor één keertje maakt het niet. Dat is een bloei. Sylvester. Hi. Kom je doen? Ik kom zeker. Oké, stop. Tempo, short in. Mag ik een keer doen? Ja, is goed. Oké. Waar ik eigenlijk aan denk, dat is niet meer trabbelant maken als eigenlijk wat nodig is. Hè? En dan gewoon ook alles in de gaten houden, dat je het ook een beetje goed in de hand kent houden, laat ik het zo zeggen. Het is moeilijk voor dit alleen op te lossen, dus je kan je beter even de hogere hand in laten grijpen, vind ik. En ik heb het ook niet bij laten zitten, laat ik het zo zeggen. Je kan wel vlug zeggen van, ach, laat maar zitten en dit en dat, maar dat wou ik dus per se niet. Kijk, als ik in mijn recht sta, dan wil ik ook mijn recht. Ja? Ik heb wel eens dingen gehad dat ik in mijn recht stond en ik kreeg mijn recht niet. Nou, dan haal ik mijn recht. Zo ben ik dus ook. Ach jongen, wat wil je dat tegen doen? Wil je tegen doen? Dus dan mijn vader ook niks tegen, ja, mijn vader... Op zich is mijn vader niet zo'n vechter hoor. Nee, die doet het liever met praten of zo. Ja, je moet natuurlijk niet de boel maken, want dan heb je kans dat hij je vermoordt. Maar verder is, nee, doet hij dat niet. Ze weten niet waar de kermis door is ontstaan. De kermis is eigenlijk een trefpunt.
voor de mensen van de stad of van het dorp. Dat ze dus uit de huisjes komen en eens gezellig eens over de markt elkaar treffen. Hè? En vertellen dit en dat en ga zo maar door. Nou, dat is het tegenwoordig al bijna niet meer. Jongens, de tent is open. Veel te graag gevat. Okay. Ja. Even concentratie voor Jessica. En voor jullie, even hier. Even. Het ging gewoon vanzelf, zeg maar. Ik was helemaal niet van, oh jee, dit, dat. Nee, helemaal niks. Nee. En die camera's had ik niet eens in de gaten eigenlijk. Nee. Dus mag ik niet goed of niet? Eerder naar 1. En dan volgt hij vanzelf. Dus eerder naar 3. Ja. Oké. Okay. Camera 3. Probeer alsof je hier kan blijven. Laat Aukje maar aangeven om weg te gaan. Ja. Dus je blijft jezelf nog even haar te genieten. En op een gegeven moment voel je aan haar dat ze weggaat en dan ga je mee. Auk, jij neemt het initiatief om te gaan afrekenen. Want zij wil het liefst nog uren hier blijven. Ja, mee zo. Ja, nee, maar ze gaat zelf al bewegen en nu doe jij het. Ja, je blijft gewoon van je haar genieten. Ja. Je blijft van je haar genieten en je vriend en alles. Ja. Okay. Nee, nee, nee. 5, 4, 3, 8. Nou, hij heeft een tijdje niet zo goed gezeten. Ik ben benieuwd of hij nog niet heeft gezeten. Nou, hij vindt het vast heel erg mooi. Dus ik ben in ieder geval blij dat jij tevreden bent. Ja. Dat is dan ook maar 20 geworden. Oh, dat is wel een beetje duur. Jessica! Ja. Dankjewel. Ja. Hartelijk goed. Dank. Applaus. Heel goed. Ja. Applaus. Ja. Heel goed. Nee, dat is weer in de dag in plaats van het zien. Ja, ja. Nee, maar ja, geen doel. Nee. Oké, jongens, wij gaan maar 3. Gaan we even daar bij de balie. Ze mag blijven. Ze mag blijven. Ze mag blijven. Leuk dat je was. Ja, dankjewel. Hoi. Doei. Nou, moet je wel afkicken, hè? Ja. Ja, wordt leuk om te doen. Voor het enge of voor het makkelijker? Nee, voor het makkelijker eigenlijk. Waarom voor het makkelijker? Dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon wat losser denk ik nu als gisteren. Ja, ja. De eerste keer natuurlijk. Ja, en daarom repeteren we ook. Ja. Wel nou, thuis. Oké, bedankt. Rij voorzichtig. Ja, doe ik. Viel wel mee. Normaal ben ik altijd zenuwachtig overal, maar nee, helemaal niks. Gelukkig niet. Ik had gedacht dat het dat ik het wel leuk zou vinden, maar niet zo leuk als ik het nou eigenlijk vind. Ik had verwacht dat ik het eigenlijk niet zo goed zou doen. Nee. Ik had niet verwacht dat het zeg maar zo soepel zou gaan. Kom die! Diep in de nacht breekt de familie Hinze de attractie af. Het plein moet de volgende ochtend leeg zijn. Oh, de rest leeg. Nog gewerkt, hè? Ik heb eigenlijk aan iedere kermis een goede herinnering. En ik bedoel, ik doe dat graag. En dan het is je werk en het is je leven eigenlijk wat je dus graag doet. Wilt u alle afleveringen van De Mensen van de Kermis nog eens zien, dan kunt u nu deze speciale videoband bestellen. Dat kan door €39,95 over te maken op Giro 3990 ten name van de NCRV onder vermelding van De Mensen van de Kermis. De band wordt binnen 3 weken bij u thuis bezorgd.